Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een video waar ik mijn make-up eraf ga halen. Eigenlijk wat ik 's avonds doe als ik naar bed ga. En als ik mijn make-up eraf haal. Een soort van avondroutine. Alleen, ik ga dus zeg maar niet heel mijn avondroutine doen wat ik altijd doe. Dat ik van school kom en dan alles. Ik ga gewoon alleen mijn make-up eraf halen. En ik ga ook nog een maskertje opdoen. En ja, veel plezier met kijken. Trouwens, ik heb dit niet elke dag naar school op. Een vriend van mij heeft mij er net opgemaakt. En dat ga ik er nu dus gewoon afhalen. Hier doet de Michelin reinigingswater in de roze variant op een bakje. En hij pakt een spoedje bij van de hele. Beter dan mascara van je lippen af. Hier is mijn gezicht helemaal clean. Hier gebruik ik nog een reinigingsproduct van de Ethos. Ik vind het handig omdat dat mijn gezicht gewoon lekker schoonmaakt. En dan heb ik ook niet meer het gevoel dat er olie op mijn ogen en op mijn gezicht zit. Ik heb die gekregen voor mijn verjaardag volgens mij van Charlotte. Ik was niet zo slim bezig, want ik dacht later pas ik kan misschien beter een staart in doen. Dus ik doe nu lekker een staart in. Nou ja, een knot. Alles wat er dan nog uitkomt en dat smeer ik dan nog op mijn gezicht.
nu moet ik 10 minuten wachten en daar heb ik echt geen zin in. Nou, hier ga ik naar beneden, want ik ga nu naar de bakkamer toe. Dit handdoekje heb ik gekregen voor mijn verjaardag. Hij komt van de Hema en dat was eerst gewoon zo'n klein blokje die je warm moest maken. Hier knijp ik hem uit en dan ga ik mijn maskertje eraf halen. Je moest het met lauw water doen, dus dat is niet warm en ook niet koud. Gewoon een beetje dit tussenin. Maar ik denk wel dat jullie weten wat lauw is. Nou, hier is mijn gezicht heel erg nat, dus omdat ik eventjes met mijn handen gewoon het eraf ging halen, de laatste restjes. En hier doe ik het nog eventjes met mijn handdoek na. Ik pak nu een handdoekje uit de kast onder de wasbak en dan maak ik mijn gezicht droog. Nu is mijn gezicht ook droog en nu ga ik weer naar boven. Super leuk dat jullie keken naar deze video. Doe natuurlijk een duimpje omhoog. En abonneer natuurlijk eventjes hieronder. Mijn camera is bijna leeg. Ik moet het kort houden. Hij was ook nog uitgevallen in de nest. Ik heb hem snel even opgeladen toen mijn maskertje erop zat. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doeg! Oh ja, trouwens, laat ook eventjes achter wat video's jullie nog willen zien. Doeg!